Hallo allemaal, lezen voor de lijst, Turks fruit, Jan Wolkers, 1969. Turks fruit is een typisch Wolkersboek met tal van elementen die je ook in ander werk tegenkomt. De openhartige, grofgebekte seksualiteit, het verval als thema, de eenzame, verloederde ik-figuur, de relaties met dieren, er spelen veel dieren een rol. Dit keer zonder dat er gemarteld wordt, zoals in Terug naar Oegstgeest bijvoorbeeld. De autoritaire oude figuur, dit keer is dat niet een vader, maar dit keer is het de schoonmoeder, een heksachtige schoonmoeder. Dan de alomtegenwoordige dood natuurlijk, die zowel bij de dieren als bij mensen rijkelijk voorhanden is. En de gulzigheid en felheid waarmee er wordt geleefd. Met name in de seksualiteit is dat zichtbaar. Tijdens het leven moet je de dood op afstand houden en dat doe je door fel en intens te leven. De liefde en de dood als twee eenheid komen in het werk van Wolkers vaker voor. De dood van Olga komt voor ons dus eigenlijk niet als een verrassing als we ander werk van Wolkers hebben gelezen. Want het wordt ook in het boek eigenlijk wel aangekondigd. Er wordt zo geschreven, het is zo geschreven dat die dood overal aanwezig is. Een paar voorbeelden. De vader van Olga sterft aan leverkanker. De moeder is een borst kwijt en is dus eigenlijk al op weg naar de dood, zoals alle anderen overigens. In het anatomielokaal hebben de studenten voor de grap twee parende skeletten neergezet, of een parend skelet neergezet of gelegd. En daar geeft de lector 3 uur les over. Olga is soms bezig met de dood. Ze zegt op een gegeven moment, dat lijkt me het ergste van de dood, dat je geen meikersen meer kunt eten. In het hoofdstukje Requiem voor een dode mis, daar heb je dan weer die dode mis, passeert een hele groep gestorven familieleden van Olga, tante Sophie aan een hartverlamming, een andere tante aan de kanker en zo meer. Olga is getraumatiseerd door de maden die eens uit haar lievelingspop kwamen. Nou, die maden die zijn het teken van verval en die horen bij de dood. En ze heeft eens dus een keer een maden uit haar gebit moeten peuteren. Erg smerig allemaal, maar daar houdt de Wolkers wel van. De ik-figuur stapt per ongeluk op een bergeentje, wat de dood van het bergeentje betekent. En tenslotte natuurlijk het hoogtepunt van het boek, het laatste hoofdstuk, prachtig geschreven vond ik. Olga sterft aan een hersentumor. Ik wist het niet, maar de roman is geschreven naar aanleiding van het feit dat Wolkers tweede vrouw, Olga Stabulas, hem verliet. Dat staat in het begin van zijn opdracht. Er is ook nog een moeilijk motto uit Kuifje. En volgens mij zou dat kunnen slaan op de woede en de slechtheid die in het verhaal voorkomt. Wie is er nu slechter, gaat het om? Wie is het slechtst? En dat zou die Olga, die stiefmoeder kunnen zijn, maar het zou ook de gemene streken van Jan Wolkers zelf of de ik-figuur zelf kunnen zijn die na aanleiding van het verlaten van Olga, dat Olga hem verlaten heeft, ook gemene streken uithaalt. Volgens Wolkers draagt het leven dus altijd de dood bij zich. En hoofdthema is in dit geval vooral ook het bederf. Dat het voorstadium van de dood is, alles bederft. De liefde van de beeldhouwer voor Olga is ook aan dat bederf onderhevig. Die zit ook in de titel, Turks fruit. Fruit is gezond, maar als het Turks fruit is, dan kunnen, als je daar veel van eet, je tanden bederven, die rotten dan gewoon weg. En als je te veel aan zoetigheid binnenkrijgt, is dat het geval. Bij Olga bederft de hersentumor
haar persoon en takelt ze af. Aan het kant van bederf en de dood staat ook Olga's moeder, die vergeleken wordt met een heks en die het bederf zowel lichamelijk als geestelijk weergeeft. Ze heeft maar één borst, dat is lichamelijk, en een trauma bij haar dochter veroorzaakt, dat is geestelijk, omdat het zou komen dat het afzetten van die borst doordat haar dochter haar gezoogd heeft. Het is een hele vergiftigde relatie tussen moeder en kind. En dat komt vooral ook door de telefoontjes die die moeder pleegt om Olga tegen de ik-figuur op te zetten. En haar terug te halen naar huis en haar te laten trouwen met een rijke zakenrelatie. Als Olga Hermes BV of NV verlaat, Hermes is de god van de handel en van de onderwereld, blijkt dat uiteindelijk een val te zijn die in haar dood eindigt. Dan takelt ze helemaal af. Veel dieren komen droevig aan hun eind. En Olga lijdt daaronder. Er komen sprookjes in het verhaal voor die een giftige relatie tussen moeder en kind bevatten. Sneeuwwitje, Assepoester. Vooral Assepoester speelt een belangrijke rol. Hans en Grietje. Dus kun je Turks fruit lezen als een sprookje, maar dan een die helemaal verkeerd, het sprookje dat helemaal verkeerd afloopt. Olga lijkt een van de stiefdochters in Assepoester. Het schoentje dat de prins heeft gevonden is te klein. In het boek loopt ze dan ook op te kleine schoenen en heeft ze last van haar voeten. De opbouw. Het is niet chronologisch verteld. Het is een ik-roman. Het perspectief bij de beeldhouwer. Het is, en dat moet je goed bedenken, meteen in hoofdstuk 1 duidelijk, dat het gaat om een terugblik achteraf. Hij wil erachter komen wat de reden is van het stuk lopen van de relatie met Olga. Maar omdat het perspectief bij die ik-figuur ligt, krijg je nooit een objectief beeld van de hele zaak. Het begint bij het moment dat Olga hem heeft verlaten, het boek. Ik krijg alleen de lust te lezen wat die ik-verteller ervan denkt. Hij vindt bijvoorbeeld dat de seks geweldig is. Maar zij zegt hem tegen het eind van de roman gewoon heel duidelijk dat het veel te frequent gebeurde. En dat ze zich verder in de relatie opgesloten voelde. En nooit alleen de stad in kon, maar altijd hem weer achter haar aan had. Daar krijg je een klein glimpje van de sluier opgelicht dat er ook een andere kant is. Maar die andere kant krijg je niet te lezen omdat het perspectief bij de ik-figuur blijft liggen. Het heden geeft steeds weer aanleiding om naar het verleden te grijpen bij die ik-figuur. Steeds weer wordt hij herinnerd aan die liefde voor Olga die zo groot is en vooral de seksuele aantrekkingskracht van Olga is groot. Met de dood, heb ik al gezegd, is ook de felheid van het leven gegeven. In het leven zelf en met name in de seksualiteit bevecht je de dood. Er wordt hartstochtelijk geleefd in dit boek door die ik-figuur met name en ook wel door Olga. Ondanks de realiteit, of juist door de realiteit van de dood is dat. Andere elementen die die felheid van leven onderstrepen, dat hartstochtelijke leven, zijn het ontbreken van een beperkende moraal. Er is niemand die optreedt in dit boek en zegt van nou ga je te ver of nu overdrijf je seksueel of je moet het rustiger aandoen, in welk opzicht dan ook. Er is ook geen godsdienst. En het hoort sterk bij de jaren 60. Dat zal ik straks toelichten. Zijn creatieve ontplooiing als kunstenaar is ook zo'n vorm van fel leven. Hij maakt ook allerlei vreemde doeken. En hij is daar op bezeten bezig met beeldhouwen. En dat beeldhouwen op zichzelf is al een
hartstochtelijk werk waarbij je je handen moet gebruiken en flink erop moet meppen. Op die steen. Het is belangrijk dat je op het tentamen het boek in zijn tijd plaatst, 1969. Dan zijn we, in de tijd van de ontzuiling, die verschillende groepen in Nederland, katholieken, protestanten, socialisten enzovoort, dat heb je bij geschiedenis wel gehad als je dat in je pakket hebt. Die verzuiling van Nederland is een ontzuiling geworden. We leven niet meer langs de lijnen van die verschillende groepen die weinig of geen contact met elkaar hadden. Er is sprake van de seksuele revolutie, van de seksuele bevrijding. En ik herinner me nog goed dat de film Turks Fruit uitkwam in 1973 en ik was student. En ik ben die film meteen gaan bekijken. Ik herinner me nog maar weinig van de film, maar nog wel een paar scènes die niet helemaal kloppen met het boek, als je het gelezen hebt. Maar ik weet nog wel dat de rijen dik stonden voor de kassa's. Zo'n populaire film was het, want daar werd onverbloemd seksualiteit getoond. Dus dat was op zichzelf al wel een vernieuwing, denk ik, of hoe je dat wil noemen. Er was iets opwindends aan de gang. Dan natuurlijk de ontkerkelijkingen. In de 70e jaren gaan, 1969 is het boek verschenen, dus in die tijd gaan steeds meer mensen de kerken verlaten. Trekken de deur achter zich dicht en ze stemmen met hun voeten, zoals dat dan heet. Ze gaan leven zonder dat ze aan een kerk verbonden zijn. Tegen die achtergrond is het boek een heel groot succes geworden. Ik heb het nu weer eens herlezen en dan vond ik het eigenlijk, moet ik eerlijk zeggen, een beetje een eenzijdig boek. Werd wel een prachtig slothoofdstuk, maar ik was er minder van onder de indruk dan in de tijd toen ik jong was. Maar dat kwam natuurlijk ook door de wereld waarin ik leefde. De stijl, dat is wel iets waar je ook op moet letten. Het gaat om hard, cynisch taalgebruik. Hè. Een soort schuttingtaal, ze nu en dan brutaal geschreven, zou ik zeggen. Smerige details. Stuit me nu ook wel tegen de borst. En mensen zeggen nu in deze tijd van, we hebben het wel gehad met die seksuele beschrijvingen in boeken. En dat mag van ons wel een beetje minder of helemaal niet. Onsmakelijke taal, zeg maar, dat hoort bij de stijl van het boek. Veel beeldspraak, daar is Jan Wokkers wel een meester in. Veel metaforen, misschien heb je dat gehad. Metafoor is een beeld dat je gebruikt voor iets anders, dat staat voor iets anders. Hè? Beeldspraak, zeggen we gewoon. Dus de populariteit van het boek is vooral gekomen door de verfilming in de jaren 70. Dit was het weer. Je kunt op DBNL, Digitale Bibliotheek van Nederlandse Letteren, nog een artikel vinden waar iets dieper op die sprookjeselementen ingegaan wordt, van hoe dat nou precies zit met een sprookje. Maar ik denk dat als je dit zo kan oplepelen op het tentamen, dat men ruim tevreden zal zijn met wat je dan ervan weet. Dus als je geen tijd hebt, dan doe je dat gewoon niet. Bedankt weer. Als je mijn video goed vond, dan even like alsjeblieft. En laat me gerust weten wat je ervan vond. Ik dank je wel voor de aandacht. Een fijne dag.